Nou, het leek erop alsof hij er niet mee eens was dat hij weinig aandacht kreeg toen ik de camera op de buitenlucht zette. Maar hij zat te piepen en te doen, want hij moest aandacht hebben. Hé, Roderickje? Oude panter. Hé, hey, dikke boef. Dikke boef. Ja, je bent een lieve poes, hè? Een lieve kater, ach, dat is zo lief beest. Hè? Behalve tegen Martine, want hij is hier allemaal best wel vervelend tegen, maar tegen mij. Het is een ideale kat, hè? Een ideale kat. Ja. Het lijkt wel agressief, maar hij ligt mij onder zijn handje, hoor. Dus. Hé, Roderick. Hi, dag poefje. Ja, je bent een lieverd jij, hè? Hé. Hey. Je bent een lieverd. Guppie. Als hij maar aandacht krijgt, hè? Als hij maar aandacht krijgt. De boef. Ja, dan krijgt hij ineens minder aardige neigingen. Dan begint hij te bijten. Hij is een beetje de grens aan het verkennen. Hè, Roderick? Dikke boef. Dikke boef. Waar hij niet tegen kan. Als hij maar bijt, als ik over zijn verhemelde trap. Dan gaat hij snel op. Oké. Dus dat is wel een probaat middel doorgaans. En dan vervolgens doet hij al zachtjes. Voor mij is er nog een blikje, hè? Ja, zie, die is nog dicht. Die is uit de vensterbank gevallen. Wat is dat? Zit er eten in? Dan wordt hij ineens heel enthousiast. Ja, maar ik ga hem niet openmaken, hoor. Je hebt gewoon boven nog, volgens mij. Als Martina dat niet geroofd heeft. Want die heeft ook de neiging. Zo. Dat is wel mooi geweest.